What's up iedereen, mijn naam is Will Lonnick en ik breng jullie in 1 versus 1 tussen de rode zurkspeler Jules Peer en de gele tennisspeler Hydra. En Nova is online en dat moest ik niet weten. Hopla, we gaan even snel veranderen naar bezet. Hopla, dat is weer gedaan. Dus dat is hier een 1 versus 1 tussen de twee, dat is een custom game zoals je kunt zien, want de map is Testbug. Testbug is geen officiële Blizzard map, maar het is wel een iCup match, waarin dat je 3 spawnlocaties hebt. Eentje hier, eentje daar en eentje hier bovenaan. Alle drie in respectievelijk andere soorten terrein. Ik denk dat Josper mij deze replay heeft toegestuurd. Te zijn van, oh, dat is keffen, we moeten dat eens checken. Dus ja, dan zal ik daar ook meteen eens gaan checken. En op het moment van spreken ben ik nu eindelijk Brussels Outpost video aan het uploaden en bewerken. Heel ruw geëditeerd, maar ja, ik ben ook geen pro-video op mijn werken en zo. En ik was een klein beetje nerveus toen ik heb gedaan, maar het kan alleen maar beter worden van hieruit. Alleen maar beter worden, Overlord, waar ga je naartoe? Nog andere nieuws? Ja, nog een kleine verrassing, maar dat ga ik gewoon in de nieuwe post zeggen. In de nieuwe post van op IT Starcraft, in 9 Live Starcraft 2 Forum. Ga ik dat daar gewoon even checken. Voorlopig ga ik gewoon even deze game even casten. Want voor het moment gebeurt er nog niet zoveel. Een expansion voor Josper. Voor zijn spawning pool. Dat gaat nu elk moment wanneer dat hem 200 minerals heeft. Je gaat dus nu scouten. Helemaal de verkeerde richting. Maar je gaat nu zien van opla. Ik zie u SCV. Ik zie u. En dan weet hij dat hij daar naartoe moet gaan. Maar nee, die gaat toch hier boven kijken. Misschien dat hij daar een tweede expansion zou zetten. Meteen al een Rex hier bij zijn expansion. Omdat hij deze heeft wel. Zodat hij zeker zijn expansion kan securen. Ondertussen scout Hydra in de perfecte, juiste richting. En ziet hij dat er een spawning pool juist onderweg is op 14. Dus 13 expansion, 14 pool. Dat is een heel veilige opening op deze map. En gezien de grote, gigantische afstanden tussen de twee, gaan we nu zien of er een bunker wordt hier neergezet. Een bunker, ik dacht even, wow, dat is een big ass stick lab of reactor, maar dat is blijkbaar niet een van de twee. Gas wordt hier al genomen voor Hydra. Command Center die wordt gemorfd naar een ding, hoe noemt het? Een orbital command. Inderdaad. Oh, ik heb honger, ik moet echt eten. Ik ga zo meteen wel eten. Maar eerst ga ik deze game casten, want ik zei dat ik dat ging doen. En ik ga dat ook doen. Ik ga dat niet meer uitstellen. Nee, ik ga dat niet uitstellen. En check die decals, die war signs of zo, of hoe dat je dat ook mag noemen. Hier aan de zijkant van uw basis. Die kunnen zelf ook instellen. Dat zijn, ook zo'n soort van trophies, zoals uw avatar die je kunt aanpassen, maar dan ook kunnen ook zo'n decal. Dus bijvoorbeeld Hydra hier, die heeft dat niet. Terwijl Josper hier al keizwaar zit te pronken van kijk, deze is mijn teken, deze is mijn gang sign, yo, deze side up, motherfucker en zo. Voor de rest zien we er ook niet veel gebeuren. Ik zie hier al ineens een tweede Rex in plaats van ik zou misschien wachten op een expansion. Yay, daar komt een expansion van Hydra. Ondertussen al 2 Marines erin. Misschien een nieuwe Marine maken. Ik denk dat deze alle twee Diamond level is. Ik weet dat Josper in Diamond zit, maar ik heb geen idee waar dat Hydra zich bevindt. Maar ja, dat zien we wel zo bieden. Hier nog een defensieve Spinecrawler voor aggression tegen te gaan, want zoals je kunt zien is er bij de unit counts nog niks van zerklings, alleen maar 2 queens, 26 drones, dus die staan wel zwaar voor qua drones. En nu met die queens, zeker met die larva inject, gaat er zeker meer larva komen en meer injects. Dus dat is hier een perfecte Spanishua opening, hè, zoals jullie kunnen zien. Zo meteen rond de 40 drones, rond de 40 supply, gaan die waarschijnlijk de 4 gasgazers nemen. De gasgazers, weet je, de gasgazers. Voor mijn boerken alsjeblieft. Factory hier, supply depot. Gewoon om die walling compleet te maken. Nog één extra marine die hier buiten staat. Chillen! Command center die bijna klaar is en dan kunnen die zo meteen getransferd worden. Ja, gaan die transferen? Ja, nee, oké. Okay. Ineens ook een 1 gas van de expansion. Oké. Okay. Dus hier staat 1 man op gas. En hier gaan ze nog 2 gas nemen. Dus een vrij gas heavy. En een derde expansion voor Josper. Om gewoon op been te zijn samen met Hydra. Ja, yeah, want Josper is hier nu 2, 4 gas aan het nemen. Zoals ik al zei, rond de 40, 45 supply.
Dat is zo typisch aan de IJsvisser beeld. Enkel Spines en Queens ter verdediging. Vrij normaal, vrij normaal. Dit is een expansion, bijna klaar. Overlords, hoe verspreid om gewoon even te checken wat dat de tegenstander allemaal aan het doen is. Of hem niks cheesy of iets dergelijks van plan is. Een Engineering Bay voor upgrades, denk ik. Denk ik, of gaat hem dat hier omvormen naar een... Nee, hij gaat een Orbital Command maken. Maar ik heb zo'n honger opeens. Zo'n zwaar honger, ze echt zwaar eten. En Jospeer denkt gewoon van, ja, ik moet mij gewoon veilig kunnen stellen tegen alle soorten aanval. Dus ook air, vroege agressie, detectie, voor ghosts en zo. Ja, maar dat is eigenlijk niet zo heel erg nodig. Maar met die extra queens die er nu zijn, kunnen extra veel creeptummers liggen. En met extra veel creeptummers komt er ook extra veel creep. Allee, niet extra veel, hetzelfde aantal creep, maar dan veel sneller. Zoals je kunt zien hoe snel dat, dat zich verspreidt. Als een tumor. Hardy, hard, hard, hard. En de expansion hier is ook al klaar. Weet Jospeer er iets van? Jospeer weet er natuurlijk wel iets van, want het is zijn expansion. Maar Hydra weet er niks van. Die weet niks dat er van een expansion is. Die is gewoon rustig zelf aan het macrollen. Niet veel aan het gebeuren. Gewoon die tanks onderweg. Siege modus die geresearched wordt. Nog één extra spine crawler. Waarom niet? Want Jospeer denkt zo, dat blijft hier wel lang weg. Omvormen naar een lair. Die hatchery, dat is geen enkel probleem. Wat drones die wat getransferd worden naar Jospeer's expansion. Expansion nummer 2 dat is. Als we kijken naar het inkomen, dan staat de zorgspel toch wel zwaar voor. Maar hij heeft ook zwaar zitten drone. Hij heeft 40 drones of zo. Units, 48 drones tegenover 32 SCV's en 1 mule. Dus eigenlijk staat er nog wel vrij gelijk. Wat doe jij nu SCV? Ga dus minen. Ga minen. Ga minen. Of ga gas minen. Oké, dat is ook goed. Een paar strategisch geplaatste overlords hier aan de zijkant. Checken die een expansion. Hier ook van boven of hem hier niks van gebouwen heeft gemaakt. Ah, nog een expansion onderweg. Jospeer ziet dat perfect. Hier nog één overlord die nog eens geplaatst zal worden. Deze leer is bijna klaar. Ik ben benieuwd wat we er allemaal gaan zien. Want voorlopig is gewoon alle twee Sim City modus. Destructible rocks hier in het midden, die als je die vernietigt, dan krijg je ze nagetorens, zodat je zicht hebt over heel deze midden. En als je deze nagetorens beheerst, dan kun je alles checken van qua Ground Army. Like hier is nog een paar expansions, denk eraan, hier rijden ook gold, maar die kunnen niet minen, want hier staan ook destructible rocks. Deze command center wordt omgevormd naar een planetary fortress. Heel veel mistletoes voor air of weet ik veel wat. Allemaal aanval die zouden kunnen gebeuren. Ah, waarschijnlijk gaat hem voor Mechplay, want hij heeft twee armories en hij is vol een bak aan het researchen. Wat zullen we hieruit zien? Wat gaan we hieruit zien? Wat gaan we hieruit zien? Wat gaan we hieruit zien? Wel, in ieder geval geen units, want daar zit er gewoon te chillen. Nog een paar extra factories, waarom niet? Je hebt er al drie, waarom nog twee, vijf factories? Waarom niet? Waarom niet? Hè? Waarom niet, hè? Expansion nummer 4 onderweg voor Jospeer. Wauw, wat zijn we bij ons bezig. Als we kijken naar de internetperische wacht, voordat we naar de internetperische kijken, kijken we eerst dat hier een beningnest is en een spire onderweg. Dus dat kunnen we allemaal wel supporten nu dat je zoveel inkomen hebt. Check hoeveel minerals er in yes, dat onze zorgspeler Jospeer heeft. Maar genoeg over dat. We gaan eens kijken naar hun internetpenisgrootte. Als we kijken naar de internetpenisgrootte, dan zien we een verschil tussen 76 EPM voor Jospeer en een whopping 44 EPM voor de Hydra. Wauw. Wauw, alle twee macromodus. Ik denk dat er nog geen één unit is gestorven. Inderdaad, we zijn al 12 minuten in-game. En er is nog geen één unit gestorven, nog zelfs geen overlord. Er is nog geen overlord gestorven, kom aan zeg. Wat is dat voor een spel? En ondertussen expansion nummer 3 onderweg, klaar voor Jospeer. Dus ondertussen al 4 bases, ondertussen die creep mode nog verder verspreiden. Als een creep tumor. En macro hatchery in het midden, wat een mutalisk. Eén single mutalisk, yeah. Waarom niet? Wat ga je doen, Metalisk? Wat ga je doen? Als ik u mag volgen, mag ik u volgen? Mag ik u volgen? Waar ga je naartoe? Checken of die expansion veilig is. Yep, die expansion is veilig. Daar gaan we weer terug weg. Gewoon eens misschien kijken naar de tegenstander. Ik weet niet, ik sta hier alleen. Ah, nog een paar andere. En ik hoorde hier een paar benings die gemorfd worden. Heel veel benings die gemorfd worden. Centrifugal hooks, dat zijn bening speed. Attack upgrades, metabolic boost voor de gewone zurglings, zodat ze speedlings worden. Twee attack voor de... Twee attack... Voor Ground Army, dus het is 100% 1-1. Hier ook 1-1.
Honger, honger dat ik heb. Ik heb de hele dag nog maar één kommetje cornflakes gegeten en ik heb zo'n zware honger. Wat gaat hieruit komen? Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Nog niet veel zo te zien. Hier een tor. En dat is het. En deze zijn hier gewoon voor versiering. En starport. Starport alweer. Oh my god, die missile turret heeft al die mutas wel in het geel gebracht. Eén overseer, gewoon rustig aan het chillen. Er staat nog eentje. Deze command center gaat eraan. Ja, oké, okay, die SCV is gesniped. Dus daarmee kunnen we niks doen. Oeps, een tor. Dat is een remedie tegen Mutalis. Maar we hebben hier de Mutalis, we hebben hier de Benings, we hebben hier Zeuglings, we hebben hier een paar overlords die aan het chillen zijn. We hebben hier nog, we hebben hier een paar siege tanks, een heleboel missile turrets als er eentje niet genoeg is. Pak er maar vier. Weet je, die kosten, hoeveel kosten die? We gaan eens kijken. Oh man, dat hebben jullie niet gezien. Dat hebben jullie niet gezien. Ah, dat is normaal. Hopla, dan gaan we even weer verder. Hopla. Dus eigenlijk nog geen enkele confrontatie gezien. Als we kijken naar de units lost, is er één unit doodgegaan van Terren. Dat was één SCV, dat was een deze hier. Dat was een deze. Maar ja, als je voor mechplay gaat, dan duurt dat wel heel lang voordat je je army onderweg krijgt. Maar eens dat je het hebt, dan zal het wel effectief zijn. Veronderstel ik, want hier gaan ondertussen al een paar extra bases. Maar denk eraan, die zijn destructible rocks, dus je kunt het nog niet pakken. Heleboel mutas hier. Oh my god, Helens, wat doen jullie daar? Jullie roosteren destructible rocks, of waarom niet? Jullie kunnen dat doen. Maar je kunt hier wel een expansion zetten, maar je kunt hier niet minen wegens die destructible rocks hier. We kijken naar de unit compositions. Als we kijken naar de units, 20 banelings, 10 roaches, 16 mutalisks, heel veel zeuglings. Was dat hier? Een changeling, waar is die ergens? Waar is die changeling ergens? Die changeling is hier ergens. Gewoon even aan het rondchecken als we kijken naar die zicht. Oh, ik heb zo'n honger, mijn buik die knort keihard. Kom aan, oh, zoveel roaches dat er onderweg. Oh my god, wat is dat? Ik ben echt alles aan het opfokken nu. Kom aan, jullie hebben dat niet gezien. Macromodus. Level 3 upgrades. Oké, okay, heel veel doors. Mutas en Benix die aan het aanvallen zijn. Golden Expansion heeft hem moeten cancelen. En hem juist op tijd gedaan als we kijken. Oh, wauw. Wauw. Dus hier zijn dan een heleboel siege tanks en doors. Met 2-2-2 upgrades. Wauw. 2-2-2 upgrades en hier 2-2 en hier komt een aanval. Oh, kunnen ze erover gaan? En ze kunnen magic boxen? Nee, ik denk het niet. Ze proberen dit te surrounden. Die siege tanks die gaan eraan. Die tors die gaan er ook allemaal aan blijkbaar. Er zijn veel te veel roodjes die dat kunnen surrounden. Dus heel deze beesten gaat eraan. Al die minerals, oei, al die missile turrets die zijn voor niks geweest. Gaat hem verder pushen of niet? Dat weten we niet. Nog een paar makeplay tegen... Tegen gewoon Zerg, die gewoon rustig heel de tijd aan het macro is. Zelfs deze base wordt niet gemaakt. Gewoon enkel voor gas. Gewoon enkel voor gas. Eindelijk hier de main base van Jospeer is nu eindelijk ook al volledig uitgemaakt. Ondertussen ook al geüpgrade naar een hive. Dubbele upgrades onderweg. Roaches, macro hatchery. Meer middels en gas dat hem kan bespenderen. Dus hij zal dringend wel iets moeten doen. Hij gaat hier ook pushen, hij gaat hier aanvallen met een heleboel roodjes. Een raven hier die helemaal niks kan doen. Marines, ter verdediging. Heelboel tors. Heelboel siege tanks die gesieged zijn. Dus ze konden ook gewoon aanmoven doen, maar ze trekken zich blijkbaar terug, want daar zijn ze een beetje bang voor. Wat gebeurt er hier nog? Base nummer 4 klaar voor Hydra, maar nog altijd geen SCV's die hier aan het minen zijn of mules die gedropt worden. Maar uiteindelijk gaat er hier nu 4 SCV's queuen. Dat is het beste wat je kunt doen. Tjuku tjuku toet toet. Wij zijn een treintje, locomotiefje van drones. Met 2 attack upgrades, yeah! Ik bedoel 2 armor. 2 armor, excuseer mij. Ondertussen zien we ook dat ze burrow hebben, deze roodjes. Dat zien we door die rode uitsteeksels. Dat betekent dat die burrow hebben. Deze raven die gaat eraan. Oh, die is hier sniped. Ai, die tanks komen dichtbij. Die zien dat allemaal. Al die benings die worden neergemaakt en die zijn nu uiteindelijk klaar.